Maar wie zou jij doen? Wie zou ik doen? Oh nee! Maar ik heb ook andere plannen nog wel. Ja, nog wel andere plannen. Ja, eerst maar even in verwachting raken. Hallo lieve mensen en super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van Gewoon Thomas. Er is de laatste tijd echt ontzettend veel gebeurd op mijn YouTube kanaal. En als je het allemaal gemist hebt, kijk het dan vooral eventjes terug. Ik heb het dan natuurlijk over de faker en dat soort dingen. En ik dacht, het is gewoon tijd om een keer gezellig met jullie bij te gaan kletsen. En een Q&A en alles vond ik iets te achterhaald ondertussen. Dat is ondertussen zo vaak gedaan. En het schijnt tegenwoordig heel stoer, populair en heel gezellig te zijn. Alles wat ik eigenlijk dus niet ben. Om een mukbang te doen. En ik dacht, dat moet ik dus misschien ook maar gewoon proberen. Dus in deze video ga ik samen met jullie... Nee, ik ga het eigenlijk in mijn eentje doen. Heel awkward. Ik ga in mijn eentje een mukbang doen. Ik hoop dat het gezellig gaat worden, vast wel. En nu zul je vast denken, Thomas, wat voor mukbang ga je dan doen? Waarschijnlijk wordt het heel gezond. Dat zouden de meeste mensen van mij verwachten. Nou, dat wordt het dus eigenlijk niet. Want ja, ik doe inderdaad een soort van personal body plan. En ik heb vandaag een cheat dag. En als ik mag cheaten, dan doe ik het volgende. Sinds een aantal maanden ben ik enorm fan van Five Guys. En daar ben ik dus nu om 11 uur 's ochtends naartoe gegaan om daar mijn lunch te halen. En ik heb niet één Five Guys zak vol met eten, maar liefst 3 Five Guys zakken vol met eten. En ik denk dat ik ongeveer 53 euro heb uitgegeven aan een lunch bij Five Guys. Dus ja, laten we de tafel maar gewoon uit gaan stallen en snel beginnen met deze mukbang. Maar voordat we beginnen, doe vooral eventjes een duimpje omhoog als je er zin in hebt en gezellig met mij mee gaat eten. En natuurlijk eventjes abonneren als je het nog niet hebt gedaan en niet bij deze hele gezellige bende hoort. Ja, volgens mij staat het allemaal goed zo. Het is echt heel erg veel eten en ik weet nu al, dit ga ik niet allemaal in mijn eentje opkrijgen. Ik ga wel alles proeven en ik bewaar de rest gewoon voor later. Volgens mij kun je het gewoon een magnetron opwarmen of is dat heel goor? Laat het even weten in de reacties, kan dat of kan dat niet? Ik heb 2 soorten friet gehaald en ik ga even spieken. De ene heet Five Guys Style en de andere heet Cajun Style. En ik weet eerlijk gezegd niet meer welke nu was. Ik ga sowieso het straks proeven en kijken wat het precies het verschil is. Ik heb 2 milkshakes gehaald, eentje met Oreo en eentje met aardbei. Heel erg lekker. In ieder geval, ik hoop dat het heel erg lekker is. Dan heb ik ook nog 2 hotdogs gehaald. En ik denk zo dat dit ze zijn. Eentje met bacon. Ik zit even op het bonnetje te kijken, hoor, jongens. Eentje is een normale hotdog. En de andere is eentje met kaas en bacon. Oké. En dan heb ik nog 3 soorten hamburgers. 1 vega broodje. Ik weet niet welke van de 3 dat is. 1 hamburger met ui, sla en tomaat. En een cheeseburger met van alles nog erop. Laten we gewoon ergens gaan beginnen. Ik moet wel zeggen, ik krijg wel al heel erg trek. En het is zo enorm lang geleden dat ik een hamburger op heb. Dus ik denk dat ik met deze ga beginnen. En volgens mij is dit... Ja, dit is de cheeseburger. Oké, ik heb een beetje plat gedrukt per ongeluk. Maar dit is de cheeseburger met van alles op en eraan. Oh my god. Ik ga het gewoon even proeven. Oh nee, ik heb een foutje gemaakt. Dit is toch de vega burger. Want er zit geen burger op. Dan is het geen vega burger. Goedemorgen. Dit is het vega broodje. Met champignons en zo erop. En kan je vertellen? Het is echt lekker. Oké, goed. We gaan niet alleen maar eten in deze video, want ik maak deze video toch ook om een beetje bij te gaan kletsen met jullie. En waar ik het allereerst over wil hebben is natuurlijk de faker. Want, praat met mijn mond vol is ook niet echt een combinatie. Er was een persoon die mijn identiteit had gejat en deze dus gebruikte op verschillende datings apps en sites en Instagram en Facebook en Twitter en overal. Hij gebruikte mijn foto's en ondertussen ging hij dus daten en vooral gesprekken aan proberen te knopen met jongere meisjes. Ik heb hier zo enorm veel berichten van gehad en het speelde al een half jaartje tot een jaartje. En op een gegeven moment dacht ik, misschien wordt het tijd om deze faker een keer op te gaan sporen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik had niet zoiets van, oké, we gaan hem nu opsporen. Ik heb er wel echt heel erg goed over nagedacht, maar dat is zoiets van, hoe doe je dat? Hoe kun je onopvallend iemand opsporen? Want als ik hem zelf benader, dan weet hij natuurlijk al gelijk dat ik het ben. En dan stopt hij ermee of dan blokkeert hij me en dan kan ik hem nooit bereiken, deze faker. Dus ik had dus inderdaad, wat jullie konden zien, besloten om fake-accounts zelf ook aan te maken. Deze gast gaan benaderen. Uiteindelijk ben ik er super ver gekomen. Ik weet ondertussen zijn huisadres. Ik weet zijn echte naam. Ik heb zijn telefoonnummer, zijn Snapchat, al zijn gegevens. En natuurlijk heb ik aangifte gedaan. En daar wil ik nu even een update over geven, want heel erg veel mensen hadden gereageerd met het comment van Thomas, dit is allemaal in scène gezet, dit is allemaal gesponsord en je krijgt hier geld voor. Nou jongens, ik ga dit allemaal ontkrachten zoals je dat dan zegt. Dit is niet gesponsord, dit is totaal niet in scène gezet en dus vooral ook niet fake. Want deze faker was er echt, ik heb echt niet iemand gevraagd om mij te gaan nadoen, zeg maar, zodat ik het kon gebruiken voor een video. Dat is niet hoe ik video's maak.
En ik weet dat er heel veel fake content op YouTube online staat. En ik vind het dan daarom ook best wel jammer dat ik dan mezelf zeg maar moet verontschuldigen en moet zeggen van jongens, ik ben niet fake, het is niet echt, omdat er zoveel van dat soort content online staat. Dus dat is op zich wel heel erg jammer. En ik wil dus nogmaals zeggen, het was allemaal echt. En ik heb deze video's gemaakt omdat ik het zelf spannend vond om te gaan zoeken. Maar ook vooral om jullie iets mee te geven, om te laten zien van dit bestaat en hou je rekening mee. Dus het is eigenlijk een soort van voorlichting voor heel veel kijkers. Ik ga wel even soms dus een andere openmaken, want anders zit ik heel hetzelfde broodje in. Dus zit ik helemaal vol straks. Wat hebben we hier? We hebben hier de, volgens mij is dit gewoon de hamburger. Oh my god, het is ook nog een dubbele hamburger. Heel erg lekker, ik ga even proeven. Het is zo niet charmant om te eten voor de camera. Ik heb ondertussen dus aangifte gedaan. Deze zaken lopen allemaal, er is nog niet heel veel meer bekend over de zaak. Wel kan ik jullie vertellen dat ik deze faker zelf een video heb gestuurd. En in die video vertel ik dus aan hem dat ik onderzoek naar hem heb gedaan. Dat hij 2 of 3 weken met mij heeft gepraat. Dat ik al zijn informatie heb. En als hij meer wil zien en hoe ik dat heb gedaan. Dat hij vooral even op mijn YouTube kanaal moet kijken. Hoe ik dat precies allemaal heb gedaan. Jullie hebben ook een aantal vragen naar mij toegestuurd. En daar ga ik dus ook antwoord op geven. Ik ga even kijken. De eerste vraag. Ben je in 1 keer geslaagd? Je ligt eraan waarvoor. Want ik ben natuurlijk geslaagd voor mijn rijbewijs. Ik ben geslaagd voor mijn school. Ik ben in 1 keer geslaagd voor school, maar niet in 1 keer voor mijn rijbewijs. Dat is een heel ander onderwerp in 1 keer. Geloof mij, je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn als je opgaat voor je rijbewijs. Want ik was wel heel erg zenuwachtig. De eerste keer viel het op zich al mee. Maar toen was ik dus gezakt omdat ik een heel klein fout had gemaakt. Toen wilde ik het nog beter doen. Dus toen werd ik enorm zenuwachtig bij de 2e keer. Nou, toen had ik het dus helemaal fout gedaan omdat ik te zenuwachtig was. Dus de 3e keer ben ik pas geslaagd. En dat was ook nog eens met een faalangstexamen. Omdat ik gewoon zo zenuwachtig was geworden. En ik ben zo perfectionistisch dat ik het allemaal goed wilde doen. Dus daar ging het helemaal mis. Ik voel me zo slecht. Ik ben altijd aan het sporten. Ik zit hier met 5 hamburgers omheen. Friet, milkshakes. Heb je ooit eens spijt gehad dat je met Rutger was? Oh, dat is heel erg. Nee, tuurlijk heb ik nooit spijt gehad dat ik met Rutger was. Dat zou heel raar zijn. Ik ben nu langer dan 3 jaar met Rutger samen. Dus ik heb er nooit spijt. Ik zal hem anders erbij roepen. Ik ga hem roepen. Rut, heb je trek? Oh, erg dit. Erg, hè? Ik zei al, het ergste is eigenlijk dat wij altijd gezond aan het doen zijn. Ik zit hier nu met 5 hamburgers, friet en milkshakes omheen. Oh, dit zijn hotdogs of niet? Mm-hmm. Ik kreeg net een vraag binnen van een kijker. En het was een heel erg vraag. Weet je wat ze vroegen? Nou. Heb je ooit spijt gehad dat je met Rutger was? Nou, en wat zei je toen? Ja, heel veel. Nee, ik heb nooit spijt gehad. Ik zei net, we matchen. Dat wist ik helemaal niet. Heb je dat expres gedaan? Jouw is iets vaker gewassen. Dat is helemaal niet waar. Deze heb ik maar 1 keer gewassen. Heel slecht. Je hebt net nieuw. Adidas promotie. Ja. Zo. Dus in Adidas bij deze. Adidas. Gaan we sponsoren. Ja. Oh, wat heb dit je allemaal is, genomen? Nou, dat heb je waarschijnlijk al lang verteld. Nou, ja, dit is denk ik de hamburger met... Ik weet niet, ik ga gaan proeven. Ja. Ik heb nooit spijt gehad dat ik met jou samen was. Ik wel soms. Echt? Ja, als we dan ergens in het openbaar lopen en je zet me voor gek of zo, dan heb ik wel eens een beetje spijt op dat moment. Dat doe ik echt nooit. Nee, helemaal niet. Hmm. Waar heb je het dan over? Gewoon, weet ik veel, random situaties. Mm. Je mag wel proeven, dit is nog niet heel slecht. Kijk, dit is met Oreo. Lekker. Wanneer gaan jullie trouwen? Ja, weet je wat ik grappig vind? Heel lekker. Nou, dat iedereen vraagt dit. Ja, maar ik denk omdat het komt omdat er een aantal YouTubers getrouwd zijn en dan is het zo van, nou, wie is de volgende? Hmm. En dan denken ze misschien aan ons. Ja, ik snap het wel. Ik vind trouwen is voor ons denk ik ook wel een dingetje van, joh, dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk of zo. Dat moet voor mij iets heel groot zijn. Het is echt een moment in het leven. En als we dat nu al doen, dan zou ik het ergens ook jammer vinden. Van, oh, dan is dat dan al heb je geweest. Alles al gehad. Ja, of je gaat gewoon nog een keer trouwen. Dat is niet de bedoeling. Dat zou nee, met dezelfde zijn. Wel. Oh, nog een keer. Dat je het keer. Feestje zeg maar 2 keer nee, je moet het gewoon ja, dat is wel een leuk idee, maar ik vind je moet het gewoon 1 keer heel erg goed doen. Zoals als ik het huwelijk van Masha herinner. Dat was echt geweldig. Oh. Ik wilde nooit echt trouwen, dacht ik. Maar toen ik dat huwelijk zag, toen dacht ik wel, oh, dit is wel echt heel erg leuk. Ja, klopt. Na dat huwelijk was jij opeens veel want, ja, ik dacht altijd, ik wil wel trouwen, maar dan vooral voor het feest 's avonds. Maar op de manier hoe het daar eraan toe ging, dat heel die dag was gewoon romantisch. En je bent wel perfect. Voor eeuwig gepest sinds je daar voor eeuwig gepest, inderdaad. Mm. Maar, ja, dan denk ik wil wel trouwen. Mm. Maar ik heb ook andere plannen nog wel. Ja, nog wel andere plannen. Ja, eerst maar even in verwachting raken. Het zou eigenlijk. Wat zei je? Niks.
Laat maar, we gaan door naar het volgende onderwerp. En we hebben ook wel, dat gaan we wel gewoon eerlijk zeggen. We wonen nu in een appartement en ik mis nog wel best wel een tuintje. Oh, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat eerste dingen zijn. Misschien toch een het keer... uitzicht is hier geweldig. Maar ons leven is waarschijnlijk misschien over een tijdje wel toe aan een tuin. Ja, ook voor meerdere redenen, zeg maar. Ik stik alleen nu in mijn frietje. Deze is echt enorm pittig. Maar ik voel me zo'n Sjaak Afhaak. Aan de ene kant, waarschijnlijk denken jullie, Rutger, wat doe je flauw? Dat je niet aan het eten bent. Stel je niet aan, maar aan de andere kant ben ik heel erg trots. Ja, ik ben heel trots op jou. Ik ben nu echt gezond bezig en het heeft even geduurd. Hallo! Oh my god, ik heb hier een hotdog met bacon. Het lijkt net... Ja, het ziet er niet zo heel erg lekker uit. Nee, ja... Is het lekker? Wat hou je niet van? Nou! Oh, ik hou van... Nou! Mm. Wel? Ik moet zeggen, ik vind het best wel awkward een mukbang opnemen. Je bereidt niet voor weg als je een challenge of zo gaat doen. Je hebt niet eens het eten bereid. Je hebt niks bereid. Niks dit voorbereid. Dit is gewoon super spontaan. Maar ik had nog andere vragen binnengekregen. Oh. Er waren heel veel vragen over wat jij nou echt van mijn kapsel vindt. Heel erg leuk. Dit verzin je gewoon om er nog een keer... Nee, er waren heel veel vragen. Oh. Serieus. Nee, heel erg leuk. Ik vind het leuk. Echt heel leuk. Want ik heb er gel in gedaan. Ja, dat moest, want het zag er stoffig uit, zei de kapper. Oh, stoffig. Ja, maar wel stoffig. Nee, maar ik heb Rutger natuurlijk laten schrikken. Want ik had hem kaal laten schrikken door Jesse. Was het duidelijk dat het om 2:00 s'nachts was nadat ik nog een paar uur had geëdit? Ik had het helemaal niet door. Ik dacht gewoon, ik snap het niet, want ik moest een video nog inplannen en zo. En toen dacht ik, waarom ga je niet slapen? Jongens, ze snijden de hotdogs door de helft. Zie je dat? Het lijkt alsof je 2 hebt, maar het is gewoon 1 door de helft. Ik heb nu van alles een hap op en ik ben best wel een beetje vol. Heb je de frietjes al geproefd? Ja, nou. Zullen we een smaaktest doen? Nou. Deze frietjes, ik weet niet welke meer is. Ik met zie deze... iets vanaf hier. Wat dan? Dit, hier zitten geen kruiden op en hier zitten heel veel kruiden op. Ja, deze zijn een beetje zoutachtig, vind ik. Ja, die smaken heel erg paprika, pittig, kajun of zo. En deze is heel gekruid. Ook wel scherp, zeg maar. Die vind ik lekker. Nee, maar wel omdat ik even wat wil drinken. Ze eten je arm en drinken je rijk, volgens mij. Dat zeggen ze. Wow. Want ze verdienen heel veel drinken in restaurants. Nee, maar echt. Kijk, zo'n flesje wijn. Nou, die kost misschien 8 raar. Euro. Ja. En dan verkopen ze 1 glas voor je 5 moet euro. Je moet hier een conspiracy theorie video over nou, maken. Nou, dat zijn gewoon feiten. Als er één Marvel-held zou zijn die je mag daten, welke zou dat zijn? Ik denk dat ik weet wat jij gaat zeggen. Ja? Toch. Nou, ja, op zich. Ja, daar twijfelde ik een beetje tussen. Ja, maar Captain America niet. Nee, die vind ik... Hij is zo nep. Ja, die heeft een heel... Nou, ik bedoel, niks geen shame over wat dan ook. Maar nee. Die vind ik dan qua gezicht of zo iets te... Een pop. Ja. En dan vind ik Thor nog wel, weet je, die is wat ruiger. Ja, Thor is wel... Maar ik vind die spierballen iets te groot of zo. Het is nep. Nou, ja, jij vindt dat mooi. Ja, het ziet er wel maar... een beetje nep. Het is wel het dat is ik denk... mooi. Nou, nep. Mooi. Ik denk wel van... Ik bedoel, wij sporten ons ook dood. Ja, we zitten nu met 5 guys ik heb voor niet ons. Zo wat doen we verkeerd? Ja, dat denk ik dus echt. Ja, want we gaan bijna elke dag. Dan is het toch, denk ik, zo'n spuitje met wat hormoontjes. Ik ga straks ook. Ik denk dat ik heel de avond in de sportschool blijf hierna. Maar wie zou jij doen? Wie zou ik doen? Oh nee, ik bedoel... ik bedoel, daten. Ja, er is eentje waar ik me echt verliefd op. Ja, Pocahontas zeker. Naast jou ben ik ook verliefd op een andere man. Wacht. Oh, Tatum. Ja, Channing Tatum, maar hij is niet meer zo knap tegenwoordig. Oké, dan een ander. Nee, wacht. Jon Snow. Oh, tuurlijk, Jon Snow. Jongens die hier een foto's niet kent, maar dit vind ik echt een knappe man. Maar, dat is jammer, want wij zijn zelf 1,92 meter ongeveer allebei. Ja, en hij komt bij mij tot hier, denk ik. Ja, dus hij wordt altijd van onderen. Kijk, als wij van onderen zouden gefilmd, dan zouden we helemaal reus zijn met onderkin. Jezus, maar dat zijn we de hulp. Maar hij is gewoon wat kleiner. En dan vind ik dat, dat is niet erg, maar als droomman... Zou ik dan zeggen, nee, ja. Maar ja, als je horizontaal ligt, dan zie je dat natuurlijk niet. Nee, maar... Houd maar gewoon mijn conspiracy theorie, okay. Maar niet deze theorie. Oh, ja. Ja. Dit is nu ook helemaal in, hè, ASMR-video's. Mm-hmm. En jij hebt er nu ook eens gemaakt. En ik kan je eerlijk vertellen, ik heb die video niet gekeken. Nee, snap ik. Ik maar word er zo geïrriteerd van, gewoon. Ik heb het zelf ook. Dus ik heb ook gezegd in de video, ik vind het zelf nou niet echt werk, maar ik vond het wel heel grappig om te doen. Ja. Ik zat alleen maar mijn lach in te houden. Ja, dat geloof ik. En ik heb alles eruit geknipt, al mijn lachdingen. Maar,
Kijk, we hebben het natuurlijk wel van Masha. Hè? Want Masha zit altijd ons zeggen, ga een ASMR-video maken. Ga een ASMR-video maken. Maar ik lach elke keer als ze dat zegt. Maar ik moet wel zeggen, er zijn soorten ASMR die ik dan wel weer echt ASMR vind. Mm-hmm. Want ik vind het echt heerlijk als ik bijvoorbeeld mensen in mijn haar zit en mensen mij gaan knippen. Mm. Ik vind het niet lekker dan. Ja. Of als ze dan met het scheerapparaat, net zoals ze gisteren hebben gedaan, een stap gemaakt. Ik kan daar echt van genieten. Maar ik kan het wel heel grappig vinden om mensen die wij kennen het te zien doen. Bijvoorbeeld Jesse heeft het ook gedaan. Ik ga dan helemaal stuk. Ja, ik ben heel stuk gaan. Vooral omdat haar microfoon... Ja, die microfoon is helemaal niet ervoor geschikt. En dan allemaal van die harde tikgeluiden tussendoor. Oh, maar ik kan ook ASMR zijn als je dit doet. Hoe vond je het om te vertellen dat je gay was? Ik vind het heel grappig, want ik krijg nog steeds heel veel vragen. Nog steeds, weet je, namelijk mijn coming out video. Nadat ik het in heel veel video's heb besproken. En jij denk ik ook. Van, hoe moet je uit de kast komen? En hoe is het om uit de kast te komen? En is dat eng en zo? Maar ik heb er altijd gewoon hetzelfde antwoord op. Kijk, mijn verhaal is natuurlijk mijn coming out video die online staat. En uit de kast komen is nooit echt een feest. Ja, aan de ene kant is het een feest. Want als je uiteindelijk uit de kast bent, dan ben je helemaal jezelf. En dan ben je ook open over, hoef je meer geheim te houden. En dan is het inderdaad een feest. Maar dat je het dat gaat doen, is voor iedereen anders. Kijk, mijn ouders zijn echt wel heel erg modern. En ik wist gewoon dat hun het oké zouden vinden. Dus bij mijn ouders vond ik het niet eng. Bij mijn vrienden vond ik het wel eng. Ik wist wel dat ze me altijd zouden accepteren. Maar ja, weet je, het is wel spannend. Dan moet je wel afwachten. Dat is heel vies in beeld. Ja. Doe gewoon wat voor jou goed voelt. Het is heel cliché. Maar meer kan ik niet eigenlijk zeggen. Want voor iedereen is een coming out gewoon anders. En die van mij is niet hetzelfde als die van jou. Maar vaak hoor ik wel van iedereen dat het achteraf heel erg meeviel. Dus maak je er niet te druk over. Ja. En ik denk, weet je, in deze tijd, dat het zo steeds normaler wordt. Ja, het ligt er een beetje aan waar je bent geboren, denk ik. Het is nu al heel anders dan maar de tijd dat jij bijvoorbeeld uit de kast kwam. Ja, zeker. Ja. Wat is nog een droom van jou en Rutger samen? Dat kunnen we dus niet vertellen, want dat is echt te veel. Nee, dat gaan we niet vertellen. Maar we gaan misschien dit jaar wel een droom uit laten komen. Misschien, als het allemaal mee zit en als het allemaal kan. Laat in de interacties maar achter wat jij denkt dat het is. Of hoopt. Hoopt, ja, dat, ja? Ja, of wat je hoopt, dat kan ook natuurlijk. Wat hoop je dat onze droom is? Ja, laat het weten misschien in de reacties. Misschien voeren we hem uit. Ik wil echt niet meer. Ik wil geen meer eten meer. Nou, nee, ja. Dan, dankjewel. Zo. Weet je wat het wel het handige hiervan is? Als je het wil bewaren, er zit al pony bij. Ja, maar kun je het dan ook opwarmen? Dat voelt me al af. Dat zie je in de volgende mukbang. Ja, opgewarmde Five Guys. Ja. Oké, het voelde echt mega suf om deze mukbang op te nemen. Bedankt. Ik vond het wel heel gezellig met jou. Nee, ik vond het heel gezellig, maar ik ben niet gewend om zo voor de camera te zitten. Nee, en gewoon te eten. Koffietijd. Nou, ja. Loretta, wat vond je ervan? Nou, ik vond het heel gezellig. Morgen om 9 uur ochtend. Nee, morgen om 11 uur. Wacht even, wat zegt Loretta altijd? Morgen om 11 uur een nieuwe koffietijd op RTL 4. 10 uur. Nee joh, ik ben er gewoon volgende week zondag weer. Ik wil jou enorm bedanken. Ik vond het heel gezellig. En voel je het een leuke mukbang? Laat het dan even weten. Misschien moeten we vaker een mukbang doen en vaker gaan kletsen samen. Ja, misschien moeten we een keer met healthy food dan. Gewoon dingen die wij... De volgende is een healthy food. Dat ik mee kan doen. Dat gaan we doen. Nou, doe nogmaals een duimpje omhoog. En ik ga nu naar de sportschool toe. Ik kan echt niet meer. Au, doei. Doei.